Een onafhankelijk financieel team moet in opdracht van president Santokki nagaan welke procedures en regelgeving zijn gebruikt bij de uitgaven van de staatsbedrijven SLM en EBS. Waarnemend president Ronnie Brunswijk liet gisteren in het parlement weten dat het staatshoofd alle informatie over de recente ontwikkelingen bij de SLM heeft opgevraagd. Zodra alle informatie binnen is, worden er vervolgstappen ingezet, zegt Brunswijk. Ook bij EBS is aan het ingestelde crisismanagementteam gevraagd alle relevante informatie te verzamelen en de president van advies te dienen. Op basis hiervan zullen ook de nodige maatregelen getroffen worden. De president zal binnenkort, of zal binnen zeer korte tijd, op basis van deze onderzoekingen diepgaand ingaan op beide kwesties. VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin wil dat het proces om besluiten te nemen bij deze twee staatsbedrijven niet te lang gaat duren en dat de regering het parlement voorziet van alle beschikbare informatie. NDP-parlementariër Stephen Sang vraagt naar een onafhankelijk onderzoek, omdat naar zijn mening de corruptie bij de SLM in vereniging is uitgevoerd. Het moet ook duidelijk zijn dat wanneer we die documenten hebben en wanneer er besluiten genomen moeten worden, voorzitter. En we horen dat de regering aangeeft dat noodzakelijke vervolgstappen ondernomen moeten worden, dat wij van hieruit, van het parlement, nogmaals een oproep doen dat rechtmatigheidstoetsing, als het Openbaar Ministerie ingeschakeld moet worden, dan moet het gebeuren, voorzitter. Niet de president moet onderzoek doen, dit is de zoveelste inmenging. De PG moet onderzoek doen en optreden. Waarom zijn besesser, directeur en preskom van SLM nog niet ingesloten, hangende een onderzoek? Gaat het weer in de doofpot als het geld wordt terugbetaald? Voor veel minder zijn mensen gelijk opgesloten bij de cases Hoefdraad, Van Trikt en Adien. Hoe politiek selectief is de vervolging? Ik eis onmiddellijk een onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek zonder aanzien des persoons. En dat besesser De Haan en Jesseren onmiddellijk op non-actief komen. Verder eis ik... Kan lid Sang afronden. Zijn belangrijke dingen. Nee, maar 30 seconden, Max. Dank u wel. Verder eis ik een overzicht van de vele functies van de heer besesser bij de overheid en parastatale bedrijven in de afgelopen 2 jaren. En ik eis dat die man terstond op non-actief wordt gesteld in al zijn functies. Ik eis dat het herstelplan van SLM krijgen. Ten slotte eis ik dat de wet openbaarheid van bestuur, die de oppositie al bijna een jaar geleden heeft ingediend, dat we het eindelijk hier behandelen. Dank. NPS-fractieleider Gregory Rusland wees erop dat waar zaken scheef zitten, de regering corrigerend moet optreden. Ronnie Sabina van de BEP heeft de regering gevraagd dit pad dat leidt naar de verdoemenis te verlaten. Obed Canapé vindt dat alle staatsbedrijven onder een vergrootglas moeten worden geplaatst.